we zijn onderweg. Het is zondag de 3e. Op naar de bossen van Dargom. En we gaan maar eens kijken of we kunnen vinden waar we naar op zoek zijn. De tunnelingang en wat restanten van kampementen en dergelijke. Tot nu toe ziet het er veelbelovend uit. Het is bewolkt, maar wel droog. Naar verwachting gaat het pas vanmiddag regenen. Dus dan zouden we een mazzeltje hebben. Laten we het hopen. Nou, daar zijn we aangekomen op onze locatie. We gaan een stukje verderop gaan we het bos in en dan begint het hele span. Het is wat fris, maar voor de rest ook niet klaar toch. Naast ons loopt een heel mooi dieploopgraaf nog. Even door dichterbij proberen te komen. Wel bekende typische vorm. Eén klein doeletje hebben we al bereikt. Dit is een uitgang van de Keizertunnel. Daar stond vroeger een steen boven, hier is er niet meer. Die zit in een museum, dat is op zich wel gunstig. En daar is zo te zien de tunnelingang. En volgens mij ligt daar een mortiergranaat. Dat is dan weer minder. Daar, om precies te zijn. Nou, kijk eens aan jongens, dat is hem dan. Hij is inderdaad nog heel mooi heel, maar hij lijkt wel helemaal in het begin nu ook ingestort te zijn. Er is hier gedurende de oorlog een flinke mijnenslag gevoerd. Dat betekent dat de hele omgeving eigenlijk vergaan is van onderkomens en mijningangen en weet ik wat allemaal. Hier is men bezig geweest iets uit te graven wat zo op het eerste gezicht nergens naartoe lijkt. Maar die mensen zullen waarschijnlijk een kaart hebben en daar wel een reden voor hebben. Daar heeft men wel iets uitgegraven en weer dichtgemaakt, om onderkomen zijn geweest. Hier ligt een of ander stuk beton, dus er heeft wel ooit iets gestaan ook. Dit bedoel ik dus. Hier zie je een ingang recht voor ons. Dan gaan we hier verder omhoog. Dan hebben we hier weer nog twee recht voor ons. Dan gaan we hier de bocht om. Dan zien we hier dat alweer wat restauratiewerkzaamheden plaatsgevonden. Ik vermoed dat dit ook weer een flink de diepte in gaat, want ze hebben daar een paar stenen op ingemetseld, zodat dat niet verder erin valt. En zoals net al een mortiergranaat, hier een kleintje. En hier zien we een kachelpijp liggen. Zoals ik al zei, hier hebben hutjes gestaan, die moesten natuurlijk in de winter wel verwarmd worden. Het loont altijd wel de moeite om je ogen open te houden voor spontane markeringen zoals deze. Soms is het een bunkertje of een ander stuk beton of een ingang. In dit geval was het niet één, maar twee granaten. Als je de beek volgt, dan vind je toch over het algemeen de meest leuke, soms ook gekke dingen. Net twee granaten. En hier, nou, als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen dat ze de bodemplaat van de Stokes mortier. Dat is Brits. Alleen had ik dat dan weer niet verwacht, omdat we hier in het Duitse gedeelte zitten. En de Fransen en de Amerikanen natuurlijk hier de boel bevrijd hebben. Dus, ik weet niet wat ik. Ja, ik denk echt dat het toch de bodemplaat van de Stokes mortier is. Nou, waar we de auto hadden geparkeerd stond een bord naar het graf van meneer Pierre Monnier. Of dat zal niet het graf zijn, het zal de plek zijn waar hij gesneuveld is, denk ik. En dat is hier zo. Het is toch wel treffend dat je hier in dit hele gebied altijd wel van dit soort dingen kunt vinden. Sommige aangegeven, sommige niet aangegeven.
de innerlijke mens moet ook verzorgd worden natuurlijk. En je kunt wel de hele dag op zoek gaan naar restanten, maar je bent ook gewoon lekker buiten bezig. En het is ook gewoon genieten.